Natuurkundige laboratoria in heel Nederland, waaronder die van de universiteiten en technische hogescholen, hebben een open dag gehouden waarop iedere geïnteresseerde kon komen kijken naar wat er in deze onderzoekscentra gebeurt. In het lab van de Vrije Universiteit in Amsterdam bestond de mogelijkheid om zelf te experimenteren. De 17-jarige Pim Mol bouwde hier een radio en de 12-jarige Ewout Worm maakte zich vertrouwd met het principe van de elektromotor. Vooral middelbare scholieren maakten gebruik van de hier geboden onderzoeksmogelijkheden. Turend door de microscoop en op andere wijzen leerden ze iets over bacteriën en virussen. Over de desintegratie van celweefsel, dat, zoals in het geval van deze tulp, wordt blootgesteld aan de inwerking van vloeibare stikstof van 200 graden onder nul. De tulp valt in stukken uiteen. Op zeer eenvoudige, maar overtuigende manier werd bijvoorbeeld duidelijk gemaakt hoe de kracht van een snel draaiend object de draairichting kan beïnvloeden. Intussen is Pim Mol erin geslaagd geluid aan zijn radio te ontlokken. Groot was de interesse voor de proeven waarmee onder andere het effect van kettingbotsingen onderzocht kan worden. De open dag heeft ongetwijfeld de bezoekers meer inzicht gegeven in vele facetten der natuurkunde.